Als die eerder open zou kunnen, zou dat fantastisch zijn. Schaatsbaan Rotterdam, de jaarlijkse tijdelijke schaatsbaan op het terrein van hockeyclub Leonidas, wil groter worden en langer open. Ja, wij geloven op zich wel echt in die 3 maanden waarin we open nu zijn. Maar een halve maand eerder open, een halve maand later dicht bijvoorbeeld, dus in totaal een maand extra, zou ons gewoon net wat meer mogelijkheden bieden. Dus echt de fanatieke schaatsers net wat meer de mogelijkheid bieden om hier langer te komen schaatsen. Wij rijden dus nu vanaf oktober en november rijden we in Den Haag. Maar we wonen in Rotterdam, dus als dit open gaat, dan gaan we natuurlijk Halleluja zingen. Ja, vanaf 1 november zou heel goed zijn als ze open gaan. Ja. Nou, we zijn in gesprek met de gemeente. En het liefst blijven we gewoon hier op toepad. Maar er moet dan wel echt worden geschoven met velden. Het zou natuurlijk een optie kunnen zijn dat er bijvoorbeeld 1 à 2 extra hockeyvelden worden gecreëerd. Ik zal er zijn, omdat we nu naar Den Haag moeten rijden. En ik rijd liever hier naartoe, is dichterbij en gezelliger. Dus we zijn ook aan het nadenken of we wellicht een parkeergarage kunnen laten gaan bouwen op de parkeerplaats. En op die manier weer extra capaciteit bieden voor auto's. We zijn er net een beetje aan het inkomen dat we hier regelmatig heen gaan. Dus als het wat langer doorgaat, dat zou tof zijn, hè Max? Ja. Wat mij betreft prima. Van oktober tot maart moet kunnen, toch? We zijn een sportstad. Sportstad nummer 1 van Nederland.